met Jeroen van DPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag zijn we hier met een blikje bier. Nee, het is water, want drink water. Mensen, vandaag hebben we eindelijk de video waar jullie lang op gewacht hebben. Het is zover. Abonneer op mijn kanaal als je al weet wat dat is. Dan ben je al waarschijnlijk geabonneerd. Als je nog niet geabonneerd bent, dan heb je echt wat gemist. Vandaag hebben we iemand vrijgespeeld en niet zomaar iemand. Oh mijn god, je ziet het al. Het kroontje, Da Silva's Premium. Het is... De Centurion. Hij is 97 rated. What the heck? Oh, daar komt hij. Oh, even genieten, mensen. Oh. Oh, dit is fantastisch. Dit is schitterend. Oh. Oh, hij valt ook flauw. Zet de cool lock now. Wat een goede celebration. Kleine Tia. Kan gebeuren. In ieder geval, ik heb David Sielbadje vrijgespeeld. Hij was best duur, maar ik had wel veel spelers. Oh, hij is instinct. Hij is extinct. Nee, ja, je kan hem natuurlijk niet kopen. Maar, hij was best wel duur. Voor mij kost hij 350k of zo als je spelen kunt kopen. Vind ik wel vrij prijzig voor een 97 reden. Dat is dan wel weer goed. Maar wel een 97 reden die, ja, als we toch even heel eerlijk zijn. Ga ik toch even goed kijken. Ja, vrij waardeloos is voor het. Dit betekent wel, mensen, dat mijn Sun Max Maximum voor het eerst op de bank zit. Trouwens, als iemand een goede vervanging heeft voor linksmid Promes en linksback Taya Fico, laat even weten in de comments. Wie kan ik daar linken? Iets van Neymar of zo, een goede Neymar. Ik denk dat ik die twee verkoop, dat ik, ja, niet heel veel coins heb trouwens. Maar ik kan eventueel ook Sun Max. Nee, ga ik niet verkopen. Nee, ga ik niet doen. Mensen, dat gaan we even lekker niet doen. Doe duimpje op deze video en dan ga ik jullie laten zien hoe ongelooflijk goed deze man is. Oh, wat een kaart. Hij zit niet op full cam, want dat haal ik niet. Ik heb geen idee welke cam zich al goed is. Dus doen we krachtpatsen erop. Ik vertrouw op dat FIFA mij een goede chemistry style geeft. Namelijk pasen en verdedigen. Pasen en verdedigen. Hoeveel pasen heeft hij al? 98. En verdedigen. Jongen, echt, IE snapt er echt helemaal niks van. Hè? Als we even heel eerlijk zijn. Het is echt ongelooflijk. Die begrijpen, die hebben echt kop gestoten een keer. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Onze allereerste tegenstander. Sissoko zit op de bank. Nee, Sissoko zit niet op de bank. Oh mijn god. Dit is de oude ziel van zijn wedstrijd. Jawel. Hij speelt een volledig Portugees team. Ik hoop dat het weer een challenge is. Zoals je daar denkt, kom, wat doe je hier? Ja, gewoon even een beetje flexen, weet je. Ja, ik sport dus tegenwoordig 6 keer per week. Ja, best wel ziek. Je ziet het denk ik ook wel aan. Natuurlijk niet. Oh, wie sport er nou? Er zijn mensen die sport echt lekker vinden. Ja, kijk, dan denk ik echt van, nee, dan moet je echt lekker gaan sporten als je sport echt lekker vindt. Maar anders, als je alleen denkt van, nou, ik doe lekker sporten omdat ik het doe voor de chickies. Ja, moet je het ook lekker doen, als je dat wil. En dan ben je straks niet meer gespierd en dan zeg je chickie ineens doei. Ja, dat is niks, hè. Dat is niks. Kijk. Heb ik nooit last van. Eenzaam. Oh, Jaja. Yeah. Ik ga zo een potje spelen, want dan ga ik winnen. Dat ga ik niet. Tijd is geld, mensen. Ik wil dat je op de klok kijkt. Ik wil een Rolly, maar weet niet eens hoe ze klok kijkt. Ja, dat zijn de bars. Mensen, ik wil je even vragen. Volg me nou niet op Instagram. Doe het. Ik moet nog 150 volgers voor de 200.000. Misschien heb ik het trouwens al nu. Silva. Oh mijn god. Nee, jongen. Oh, dit is zo slecht. Die dribbel was echt heel goed. Maar wat daarna gebeurde was niet zo goed. Silva, finesse shot. Oh mijn god, als hij die toch binnen had geschoten, jongen. Als hij die toch binnen had geschoten, was echt werelds geweest. Oh, wat jammer. Hij begint echt goed, jongen. Dit team waar ik nu tegen speel is natuurlijk ook wel vrij slecht. Wel raar dat je in divisie 1 tegen dat soort teams komt. Vind ik wel vreemd. Oh. Oh. Koen, heb nou alsjeblieft niet zo'n grote mond als je nog geen 5-0 voor staat. Maar wat is dit nou weer voor uitworp? Broer, waarom pakken wij de bal niet op? Zeg hoe kaulo traag zijn spelers zijn. En ik kan gewoon die bal niet oppakken. Het is ongekend. Ah, ik heb de bal. En hij pakt gewoon gelijk weer af. Het is ongekend. Silva. Dit is niet goed. Centurion! Voor de mensen die niet weten wat Centurion betekent. Ik heb er tussentijd echt veel abonnees bij gekregen. Echt 3000 of zo. Centurion, die had een kaart op FIFA. En in het Engels heette hij waarschijnlijk de Centurion. Centurion. En toen dachten ze van in Nederlands, dat noemen we hem de Centurion. Zo heette hij toen op FUT de Centurion. Nou, dat is een woord wat ik in ieder geval nog nooit gebruik in mijn leven. Betekent niet trouwens dat het niet bestaat. Dat zeg ik niet. Voordat er weer een of andere taalnatie komt en zegt van is gewoon een woord. Ja, dat zal allemaal best. Ik had het nog nooit gebruikt. Dit is een slechte bal. We hebben Matty en ik een challenge tegen elkaar gedaan. Toen allebei met de Centurion in de spits gingen spelen. Ik weet niet of het in de spits was trouwens. Allebei met de Centurion moesten spelen. En dan gingen we kijken wie het meest kon winnen in de Weekend League. En voor mij had ik verloren. Dit is goed gedaan van de Centurion. Centurion schiet. Centurion. Oef. Keep je even moeilijk. Maar hij heeft waarschijnlijk nog steeds 2 star weak foot, net als toen. Dat was destijds een beetje het probleem. Want die 2 star weak foot, dat is echt niet lekker. En op snelheid komt hij nog steeds niet langs. Dat hij wel gewoon 90 pace heeft. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Maar oké. Silva. Oh! Doumbia volledig in het niet. Hey, ik sta 0-0 na 4 minuten tegen een team met non-rares. Waar is het fout gegaan in mijn leven? Oké, even leuk die Silva, maar laten we even gewoon proberen te scoren alsjeblieft. Silva, lekker. Goeie bal. Jongen, ik ben zo slecht. Ik bedoel, ik ben goed hoor, daar niet van. Taal goed. Balletje lekker. Goed! Silva moet hangen. Silva hangt. Natuurlijk. Heerlijk doel met je 1-0. Uitstekend goaltje. Al zeg ik hetzelfde. Centurion. Ja. Hij is niet meer kaal. Heerlijk. Dit is uitstekend afgemaakt. Wereldgoaltje. Wereldgoalaas. Davidje. Silvaatje. Fantastische. Promesje. Oh, dikke akka maar helaas. Why are you gay? Ja, aanvallend heeft hij helemaal niks in te brengen. Maar dat is ook logisch. Want ja, wat moet je doen met van die kleine slechte lage aanvalletjes? Daar heb je helemaal niks aan. Maar verdedigend kom ik er gewoon moeilijk langs. En dat is wel triest. Mama se, mama sa, mama sakabumba. Mama se, mama sa, mama sakabumba.
Scheidsie, hallo! Wordt een ander universum ingedouwd? Staat er 1-0 voor. Oh, wat gaat die 1-1 komen? En wat voor? Ik denk dat hij nog geen schot op goal heeft. Hij heeft echt nog geen schot op goal. Zegt natuurlijk niks. Oh ja, ze is ook al die verliezen bal van Bagliatella. Ja, jongen, die Silva kan er ook geen tyfus van. Ja, dat zeggen we maar niet, hè? De 4 moet leuk zijn. Maar ongelooflijk daar 300k voor heb neergelegd. Oh, wel matchwinner natuurlijk. Kom op, fluit af alsjeblieft. Nou, deze man was, ja, sorry dat ik het zeg. Maar ja, het is natuurlijk een heel slecht team. Maar ik denk dat hij geen schot heeft. Ik denk dat hij geen schot heeft gehad in totaal. Maar misschien zie ik wel helemaal mis hoor. Misschien zie ik wel mis. Zou kunnen. Dat is wel man mee op de match uiteraard. Uiteraard. Zonder twijfel. Ah, 1 schot, 0 op goal. Maar ik 5 tot 3 op goal. Ook heel weinig. Laten we maar nog een potje doen. Daar zijn we weer. Ik heb het team van deze dan even gemist. Ik was toch weer even Missy Mark aan het kijken. What's up mensen, Marketor Dynasty met vandaag ook weer een nieuwe video. Is goed. Ah, het is niet goed. Hij heeft Insigne, zoals het team of the season zijn. Sala, zoals het team of the season zijn. Alexander Arnold, zoals het team of the season zijn. Is niks. Dit is niet goed. Oh, wel. Balletje op David Silva, die haalt hem terug. Oh, Geitsie. Oh, het is inderdaad team of the season Sala. Ik had het goed. Die pauperfurnen. Nou, daar ga ik natuurlijk nooit langskomen. Nou, als hij team of the season Sala heeft, kan ik je op een briefje geven. Dat hij ook team of the season Benzema heeft. Team of the season Makelele. Dit is gewoon best wel een aardig team. Maar maakt voor mij natuurlijk niet uit. Ik ben natuurlijk zo goed, joh. Is goed gedaan. Dit is niet goed. Want Pasen met die Matheus is, nou, dat is een soort marteling. Dit is. Oh, die Matheus weer aan de bal. Ja, dan ben je weer kwijt natuurlijk. Dan ben je weer kwijt. Kijk nou, geel. Zie je weer geel? Nou, nah, vind ik belachelijk. Ik vind het belachelijk. Ik weet niet eens waarvoor. Belachelijk. Disgusting. Richarlison. Bam. Goal. Natuurlijk 1-0. Ja, maar kijk. We gaan ook niet te moeilijk over. We gaan ook gewoon niet te moeilijk over doen. Oh. Goede celebration. Uitstekend. Promes er ook bij. Heerlijke celebration. Niks mis mee. Mooie aanval dat je lekker uitgespeeld. Was goede golazo, man. Goede golazo. Silva. Ah. Ik wil uit de draai schieten, maar dat werkt niet, hè. Zoals jullie zagen. Atal. Set your mind free. Nou, heel de pok en gerend doe ik een kabbeling met de bal kwijt. Nou, is ook niks. Het heel. Hey, een paas die aankomt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Kom op. Lekker. Langs. Goed. Voorleggen. Lekker. Boom. Oh, Silva. Hoe mis je dat? Besef, de Silva SBC is duurder dan Ronaldo. Dan normale Ronaldo. Dat is toch bizar? Ik vind dat bizar. Ik vind dat niet te geloven, man. Ik vind dat echt niet te geloven. Dat is toch ongelofelijk, man. Silva. Ja, dan probeer ik er zo doorheen te komen. Dat is de kans. Oh, Promes. Oh, ik wil hem ver hoek krullen, maar er is een space ertussen helaas. Kijk, maakt niet uit. Want nu hebben we hier Silvaatje staan. En die gaat even zo draaien. En die doet even zo. Hartstikke idee. En dan doet hij zo. Takkie. Doe ik zo. Hop, hop. Dan zijn twee man weg. Geef ik hem voor. En dan is een goal. Bam. Ah, tactiek was zo leuk. Uitvoering laat iets minder. Ja, dit is afgelopen. Die gaat fluiten. Oh. Huh. Keeper. Hey, keepertje. Lekker door. Dit is rust. We staan weer voor. Maar dat komt ook omdat ik... Ah, mijn camera is leeg. Wel ja. Hatsa tatsen. Lekker snatsen. Daar zijn we weer. Hij heeft 0 schoten, 0 goal. Met het volledige team of the season team. Met icons en mensen. Nee. Kop lekker aan. Want uitstekend. Goed. Ah, dit is niks. Die Zocco. Op Promes. Promes goed weggedraaid. Promes schiet. Ah, naast. Shit, dat is het erin. Nou, dat dacht ik eigenlijk niet. Dacht ook schiet gewoon. In de hoop dat hij erin gaat. Oh, goed binnenhouden. Hé, scheidsie. Wordt gewoon in zijn gezicht gemapt. Wordt gewoon in zijn gezicht gemapt. Ja, hij is ook niet blij. Zag hem even boos worden naar de vierde man. Ja. En terecht. Ja, Matheus weer. Weer niks. Hij wil beginnen wel langzaam sterker te worden. En dat geeft mij geen fijn gevoel, mens. Het geeft mij een gevoel van onderdrukking. Goed. Ah, tik die bal, jongen. Dikke lol. Jezus, dat duurt niet lang, hoor. Jongens. Ik ben hier een uur aan het pasen. Ik ben hier aan het drukken. Lekker drukken. Laten we op de wc zitten. Een lekker uurtje drukken. Ja, hij gaat wisselen. Nou, dat weet je. Dan gaat het komen. Nou, wij gaan ook wisselen. Wij brengen namelijk Sim Maximum erin. Atal, je hebt nog niks laten zien. Atal eruit. Opgesodemieter. Matheus eruit. Ouwehaar erin. En Promes eruit. En David erin. Davidje. Ja. Ons David. Hij heeft ook David erin gebracht. Oh. Probleem. Groot probleem. Ah, nee, dit is niks. Ouwehaar. Sterk. Oh, ouwe. Je ziet gelijk, dit is een lekker spelletje. Zie je gewoon instant. Hatsa, balletje op. Silva schiet. Silva is mist. Hoe mis je dit? Even serieus. Want je hebt me veel gegund. Ouwe. Ah. Ouwe. Je bent een lekker spelletje hoor, vind ik dat. Dit meen je niet. Zijn allereerste koude schot op goal. David. Oh mijn god. Het is ongelofelijk. Het is niet te geloven. Nee, jongen, die paas. Hoe kan er zo'n koude voetje tussen zitten? Ah, oh, ik word niet goed. Zou ik zijn goal uitdraaien met David? Wat een poepzooi, joh. 1 schot heeft hij. Eentje. En die Silva daarvoor, die mist een kans. Hè? Dat is niet normaal. Oké, kom bij David. Nee. Oh, wat is dit nou? Ha. Lekker Ramos, sterk. Oh, kom op. Kom aan. Silva langs de keeper. Scheids! Ja! Een pingel. Yes! Silva. Oh, mijn camera valt uit. Ook mijn tweede batterij heeft begeven. Ja! David Silva doet het. Yes. Wat heerlijk dit. Wat een ontknoping. Wat een fantastische ontknoping. Heerlijk mensen. We hebben gewonnen. Yes. Dank voor het kijken mensen. En. De goede. Ik heb deze vent helemaal kapot gemaakt. Heeft hij nou echt maar 1 schot op goal gehad? Even serieus. Laten we even kijken. Heeft hij echt maar 1 schot?
Jezus, kijk nou, helemaal geoond, terecht ook. Lekker voor hem, de route. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er sneller voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.